Welkom terug. Die wetsontwerp op die voorkoming en bestrijding van haatmisdade is nou gepubliceerd voor openbare commentaar. Dit stelt vooral racisme in die vizier. Almal ken die namen Penny Sparrow en Matthew Tennyson. Hulle racistische commentaar op sociale media is wijd veroordeel. En ontsteltenis daaroor het geleid tot die bespoediging van die nieuwe wetsontwerp op die voorkoming en die bestrijding van haatmisdade. Een civiele eis kan tans in die gelijkheidshof ingedien word tegen mensen wat hulle aan haatspraak skuldig maak. Die wetsontwerp zal het echter in een misdaad omskep, wat crimineel vervolg kan worden. Die voorgestelde wetgeving zal ook verzekeren dat haatmisdade zwaarder gestraft wordt als soortgelijke oortredings wat niet een element van haat bevat nie. Die vraag is echter, waar lê die lijn tussen vrijheid van spraak en haatspraak? Een professor in publiek recht aan de Universiteit van Pretoria, Koos Malan, verduidelik dat die grondwet een duidelijke onderscheid tussen die twee tref. Daar is basis drie dingen wat pertinent bij die grondwet uitgesluit wordt als dingen wat niet aanvaardbare vrijheid van uitdrukking is, die namelijk haatspraak. Dit is basis enige uitdrukking van wat er aard ook al, wat haat aanstig en voorstand tegen mensen op grond van ras en enkele andere factoren, maar vooral dan op grond van ras, dan ook aanstichting van geweld en propaganda van oorlog. Dit geniet niet bescherming krachtens die grondwet als vrijheid van uitdrukking nie. Malan verduidelik dat die voorgestelde wetgeving ernstige gevolgen skep voor iemand wat een haatspraak schuldig bevind wordt. Die voorgestelde straffe is voor de eerste oortreder een maximum van 3 jaar gevangenisstraf en voor een tweede of een derde of verder oortreder kan het tot 10 jaar gevangenisstraf wees. Met natuurlijk die keuze van een boete en ook andere moontlike straffe soos periodieke gevangenisstraf, opgeskorte vonnis en dies meer. Die departement van justitie sê hy is bewust daarvan dat nieuwe wetgeving nie noodwendige einde aan racisme sal bring nie. Maar glo dat het wel mensen tot verantwoording zal roepen. Maar Malan denkt dus moeilijk dat die wetgeving meer schade als goed zal aanrig. Zekere optreden vindt plaats, klachten worden geleid, daar wordt aangevoerd dat dit haatspraak is. Een groep zit bijvoorbeeld daarachter, NGO, burgerlijke organisatie, of wat in geval ook al mag wees, om die klacht te laten leiden. Dit leidt tot straf tegen een blanke persoon. Wat weerstand uitlokt bij zwart personen, of tegen een zwart persoon wat weer weerstand uitlokt bij blanke personen. So ek denk dat die feit dat, dat hiervan strafrechtelijke middelen gebruik gemaakt wordt, het die risico dat in plaats van verbeterde betrekkingen, dat inderdaad precies tot die teenoorgestelde kan leiden.